Ik moet echt gaan nu. Ja, ga maar. Tot ziens. Tot ziens. Ik voelde heel kort de aanraking van zijn hand. En dan liep hij weg. Voorgoed uit mijn leven. Dolly ging maar door met babbelen, maar ik hoorde niets. Ik stelde mij voor hoe hij de stationshal doorliep. Naar buiten ging. De straat overstak. Het Centraal Station is het decor voor Laura Exterieur, een locatievoorstelling van theatergezelschap Skagen. Het publiek krijgt bij de ingang een hoofdtelefoon en een verrekijker. Op een balkon volgen ze elke beweging en conversatie die de spelers onderling en met toevallige voorbijgangers maken. Leuke verrassing om u hier nog te zien. Ja. Oh, weet je, ik heb hele dag gewinkeld tot ik er ben neerviel. En dan moest ik vanavond nog naar een vernissage met staand buffet. Oh, ik voel mijn benen niet meer. Echt verschrikkelijk. Oh, en ik had zo'n dorst. Ik dacht, ik ga nog iets drinken op de meer. Maar ja, alles was al gesloten. Ik vond het geweldig. Ik heb er heel hard van genoten. Ik vond de locatie heel tof. Je ziet daar zo, ja, de mensen zien je niet. Je kijkt nooit zo hard omhoog. En, ja, je voelt je echt zo in het geniep naar iets kijken en ik vond het fantastisch. Ik vond het heel tof om ook nog eens zo gewoon een mooi liefdesverhaal te zien. Zo ongegeneerd. Ja, ik vond het heel erg de moeite. Dat is uw trein. Ja. Laura Exterieur is een romantisch verhaal over Laura, een getrouwde huisvrouw en Alec, een dokter. Ze leren elkaar bij toeval kennen en hun leven krijgt hierdoor een andere wending. Denk je dat we elkaar nog gaan terugzien? Ik weet niet. De eerste jaren niet, denk ik. Zal ik u schrijven? Oh ja. Oh nee, doe maar niet toch. Ik hou zoveel van u. Ik wil gewoon sterven. Ik was even afgeleid. In het stuk spelen de personages in op handelingen van toevallige voorbijgangers. Zoals hier bij het oprapen van geld. Oh my. Dank je. Merci. Nu klopt mijn kast helemaal Spank niet meer. Het spreekt Engels. Spank you, te zeggen. De spelers zelf vinden de interactie tussen hen en de voorbijgangers geweldig. Het is gewoon zo compleet onverwacht. Je weet ook nooit waar het er komt of zo. Het enige wat ik weet is dat als ik dat geld laat vliegen, dat dan zo sommige mensen helpen mee oprapen. En ik ga dan expres ook even met mijn rug ernaartoe. Want we hebben al gehad dat mensen dan echt zo... onnozel gekopieerd geld pikken. En dat is zo grappig. De mensen aan boven zien dat en dan zitten er echt van... Oh my god, zie. Ik zie ook heel veel mensen die gewoon de trein komen nemen, die ineens mee doen in het stuk, zonder dat ze het weten en eigenlijk erop inspelen op de situatie. En die acteurs vangen dat helemaal op. En ja, de interactie is fantastisch eigenlijk. Ook die stationshal is echt prachtig, een decor. Ja, ook ineens beginnen ze aan te zingen, wat dat ook nog eens verbluffend goed gedaan wordt. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you have.